Welkom bij TCG en Toys. Vandaag weer donderdag en vandaag is een toy opening. Ik heb vandaag voor jullie Pick Me Pops. Pick Me Pops. Maar de single packs. Ik had een week geleden al dubbel packs geopend. En dit is een single pack. Dit zijn kleintjes. Ik heb nog geen standaard, dus de foto die je ziet in het begin, die doe ik daarna. Want dan pak ik de standaard eruit en dan maak ik daarna een mooie foto. Want ik heb nog meer Pick Me Pops. Dan maak ik daar een mooie foto van. Ik heb nog geen standaard, wel een grote standaard, maar ja, daar passen ze niet in. Dat is voor de dubbele. Ik ga de twee openmaken. We kunnen Fluffy zijn Ultra-Wares en Shining zijn Limited Edition. Nou, ik ben benieuwd wat hier uitkomt. Je kan het al een beetje ruiken wat erin zit, maar toch. Sommige zijn heel sterk en sommige zijn niet zo sterk. Oh, kijk, we hebben een groene. Deze kan je zo eraf halen. Je kan hem hier openmaken. En dan kan je hem eraf halen. Oeh. Wacht. Kijk. Haha. Dit is de standaard. De checklist. Maar die heb ik al één van de dubbelpack. De kaartje. Die ga ik nog niet kijken. Wel deze. Ik kan die standaard zo weer erin doen. Dan kan je Pick Me Pop bewaren. Hij ruikt heel erg naar mint. Ja, mint choco. Misschien is dat hem. Uit het kaartje kan je al kijken van welke het is. Hè? Maar we gaan deze openmaken en we gaan zelf beslissen. Oeh, ik heb er gewoon een gewone maat. Oh, ik heb een kou. Een koe. Nee, daar niet nog met. Deze geur vind ik heerlijk. Blueberry of zo. Wat is het? Ja, de Sticky de Koe. Grape. Ja, ik dacht al. Oh, lekker. Heerlijk. Dit is een common trouwens. En dan kan je zien. We hebben Tiki de Koud. Hou ik van grape. En wat is een mesjes? Doobies tot de koe. You're totally moveless. Staat in het Duits en in het Engels. Ik hou van dit grape. Grape is een heerlijke geur, mag ik eerlijk zeggen. Tiki. En dan kan je deze lollipops kan je zo erin doen, zie je? En dan kan je hem laten staan. Dan kan je hem erin doen. Wat jullie willen. Dan gaan we naar de volgende verpakking. De tweede. Wat zou hierin zitten? Hier zit een... die niet zo heel erg werkt, zie ik. Alweer een groene lollipop. Ik vind het wel leuk gemaakt. Groene lollipop. Zou die zo de kaartje zichtbaar zijn, denk ik? Nee, zo moet die toch wel. Ik trek deze kaartjes aan hier. Ik ga naar Chic kijken. Die heb ik ook weer de standaard. Kan je hem kijken. Waar zou deze naar ruiken? Beetje naar chocola. Die kant op. Of mint chocolate chips. Nee, mint ruikt heel sterk. Oeh. Oh, koffie of zo. Dan moet er wel chocola zijn. Dit is, dit is Tookie de puppy. Het is een puppy en deze is een common. Ik heb hier de kaart liggen, dus ik kon zo rekenen. Hij is wel heel erg sterk. Echt naar koffie, pure chocola. Tookie de puppy. En wat zegt Tookie de puppy? Total Pup Star. Noob is mijn star.
chocolade, ja. Ik ruik het wel heel erg naar chocolade, ja. Dit zijn de twee die ik open heb gemaakt. Nou kan ik weer verder met mijn collectie. Wat wil ik nog meer zeggen, ja. Morgen zien we weer een video opening. En hopelijk... En vergeet niet te abonneren, te delen, te liken. En ik ga weer verder met mijn Pick Me Pops te sparen. Ik moet wel, ja. Tot de volgende keer maar weer. Bye bye. Doei.